vroeg me af wat er gebeurt als het internet uitvalt. En nu heb ik het gevoel dat ik op een plek sta waar poep aanwezig is. Nou, dat klopt. Ja. Want hier maken wij poep ook schoon. Maar dan moet je me toch even uitleggen waarom dit een probleem is als het internet uitvalt. Wij maken hier het water schoon. Dit is de eerste stap. Dus als dit allemaal uitvalt, ja, dan wordt het water niet meer gezuiverd. En dan gaan al deze tampons, wat je al zei, en drolletjes en plasjes zo de sloot in. Al deze systemen die lopen op internet? Ja, die zijn verbonden met het internet. Als het internet uitvalt, stapelt hier de poep op? Als wij daar geen rekening mee houden, wel. Wat hebben jullie nou bedacht zodat dat niet gebeurt? We zijn verbonden met het internet, dus maakt niet uit waar ik ben, kan ik heel deze installatie aansturen, kan ik ermee doen wat ik wil. Zodra het internet echt uitvalt, dan rijd ik naar deze installatie toe, knip ik de verbinding door met het internet en zet ik mijn laptopje neer en ga ik hier aan de gang. Maar oké, dus als het internet uitvalt, stapelt ze zich hier op, maar stapelt er dan ook bij mij thuis op? Nou, dat is alleen als ook nog het aanvoeren van het vieze water stopt. Dus dan wordt deze zuivering toegepompt. En als ook die pompen stilvallen, ja, dan krijg je thuis de wc niet meer doorgespoeld. Dat is gewoon een soort middeleeuws. Dan moet ik gaan scheppen met mijn poep. En waar naartoe?